Goedemiddag Ivo weer. Ja. De bouw is begonnen officieel? Dat klopt, ja. We zijn begonnen. Dat zijn we met name hier aan doen. In de werkplaats, timmerfabriek. Ja. En we zijn nu een vloerelement aan het isoleren. Oké, en is dat een verdiepingsvloer of is dat een begaande grondvloer? Ja, dat is een verdiepingsvloer. Ja, en dat, eigenlijk is dit de plafond wordt dit. Het zijn de balken, een flinke balken om de overspanning te houden. Dit wordt de bovenkant van de vloer. Hierin zit isolatie, komt 14 centimeter isolatie in en dat is vanwege het geluid. Dus dat zorgt ervoor dat je geen overlast krijgt. Oké. Okay. En dan de vloer wordt nog verder afgewerkt, maar dat gebeurt op de bouwplaats. Komt er nog een contactgeluidisolatie op en dan nog een cementdekvloer. Ongeveer een derde is gereed inmiddels. Er staan wat wanden gereed, vloeren gereed. Ik zal even laten zien waar die liggen. Oké, okay, graag. Ja, oké, okay, nou, loop mee. Ja. Kijk, hier liggen dan de elementen. Hier twee stapels. Hier rechts liggen de vloeren die we net ook aan het isoleren waren. En dan zie je heel duidelijk dat er vloeren zijn geïsoleerd met isolatiemateriaal, onze glaswol, voor de akoestische eigenschappen. En daaronder zitten rachels. En straks worden tegen die rachels de gipsplaten bevestigd. Dat doen we op de bouwplaats zelf. Ik zie daar, het is houtskeletbouw, hè? Ik zie daar toch nog een stalen balk liggen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat dus huis wordt van hout. Maar om een aantal plekken de gewenste overspanning te halen, met name in de woonkamer, moet je toch wat grotere open ruimte hebben, komen er dan een paar stalen balken in. Dus deze stalen balken, daar komt straks het hout weer op. En dan aan de onderkant loopt het gips door, waardoor je straks het balk ook niet meer ziet. Dus het wordt helemaal weggewerkt in de woning. Oké. Okay. Ja, en dan inderdaad aan die kant de eigenlijk alle wandelementen, die zijn allemaal al klaar. Dat zijn de gevels. Er zit nog geen gevelbekleding op, die komt pas op de bouwplaats erop en op sommige plaatsen wordt er dan gemetseld. Er zit dus 14 cm isolatie in het element, er zit 5 cm RKL isolatie erop en aan de binnenkant komt nog een installatiespouw van 4 à 5 cm. Dus, en zometeen kunnen we het op de bouwplaats beter gaan bekijken? Absoluut, ja. Wat is de planning nu? Nou, de planning is dat hier nog de komende weken flink getimmerd wordt aan de andere elementen, totaal 90 elementen. En dan worden die eind juni geplaatst. En dat plaatsen duurt maar 3 à 4 dagen. Dus dat gaat dan razendsnel. Iedere dag worden verdiepingen neergezet. En dan uiteindelijk is dit begin juli is hier helemaal opgebouwd. En wat is de eerste volgende stap die je gaat nemen? Ik ga laten zien hoe de fundering wordt gestort. Bedankt voor de uitleg en dan zien we je snel weer. Ja, tot de volgende keer.